For all the English speaking viewers, this video will be mostly in Dutch. In the description, you can find more information about today's video. Enjoy! Ze vreten, hebben we net even een bak, stond er eieren op. Deze niet is opgekregen, gaat ze nu chips zitten vreten. Toetje! Oh ja, dat is een goeie. Mijn naam is Yvonne en dit zijn mijn lieve oma en opa. Al jaren hebben zij nog één grote wens. Nog één keer op vakantie naar Bali. Al meerdere keren kon de reis helaas niet doorgaan. Maar deze zomer zou het dan eindelijk gaan gebeuren. Maar helaas, ook nu moest voor hun de vakantie geannuleerd worden. Samen met mijn vriendin Jolien ga ik alsnog naar Bali. En oma en opa hebben gevraagd of we zoveel mogelijk foto's en video's willen maken, zodat ze er toch nog een beetje van kunnen genieten. Maar ik dacht, dat kan veel spectaculairder. Dus, elke dag zal er een vlog verschijnen over alle avonturen die wij hier 3 weken lang beleven op Bali. Zodat oma en opa er toch nog een beetje bij kunnen zijn. Goedemorgen. Lang zal ze leven in de glorie. Ja, ibra piep, hoera! Vandaag gaan we Vonder verjaardag vieren. En dat doen we met lekker nasi goreng in de ochtend. En Lake Batur of ander lake dat we wilden gaan zien. Dus we zien het wel. Batan Lake. Mooie dag in ieder geval hier vandaag. Hi. Hallo! Happy birthday to you. Oh my gosh, that is so sweet. Make my wish to you. Oh my god, yeah. Happy birthday. I have to make a wish now. Yeah. Okay. Water's up. Yeah. Happy birthday. Thank you so much. Oh, this is so sweet of you. Oh, wow. This is an art piece. So happy. Ik zag zo aankomen lopen, dus moest heel hard lachen, want Von houdt hier dus helemaal niet van. En ze dacht echt dat ik aan het liegen was. Maar het is echt, we hebben echt. Nou, een hele goede morgen. Nou, het zal jullie waarschijnlijk opgevallen zijn dat ik vandaag jarig ben. 28 jaar jong, jee. Uitgebreid gevierd, zat ik ook echt op te wachten. Nee, maar het is wel heel erg leuk, heel spontaan. Jolien doet net alsof ze er niks mee te maken heeft gehad. Ik heb er echt niks mee te maken gehad. Sure. Echt niet. In ieder geval. Ik heb alleen maar tegen hem gezegd dat je jarig bent vandaag. Oh, ja. Nee, dus dat had er helemaal niks mee te maken. Nee, maar grappig. Nee, maar heel erg leuk. We gaan nu dus lekker op pad. Hè? Want het moet natuurlijk gevierd worden. Dus we gaan lekker in Lovina en omgeving gaan we lekker rondkijken. We gaan eerst naar de oude haven. En we gaan ook nog naar het Bratan Lake, naar de tempel daar. En nog een waterval, misschien de warmwaterbronnen. Hot springs. Ja, dus nou, leuke dingetjes op het programma voor vandaag. Zit je alweer je zweet weg te deppen? Ja. Lekker klimmen en klauteren weer, hè? Ja. Want daar zijn wij zo goed in, hè? Heb ik echt gemist gisteren. Nou, waar zijn we nou, Jo? Bij een waterval. Welke? Vraag me niet meer hoe die heet. Oh, Kit Kit? Ja! Yes! Ja, nee, we zijn bij de Kit Kit waterval. Dus nou ja, dat is natuurlijk altijd weer lekker lopen in de rimboel. Maar ja, dat is gezond, dat is goed voor je. En ik ben natuurlijk ook weer een jaartje ouder. Dus ik moet natuurlijk ook mijn... Vitaal oud worden, stappen vitaal zetten. Ik moet mijn stappen zetten, ja. Thank you.
Nou, daar zijn we dan. Goedemiddag. We zijn nu bij het Ratanmeer, bij die hele mooie tempel die in het water staat. En gaan we nu even een kijkje nemen. Koud, hè, Jo? Koud. Het is echt heel koud. Ook al schijnt het zonnetje. We zitten hier natuurlijk midden in de bergen. En in de bergen is het koud vandaag. We gaan even drie truien aandoen. We gaan drie truien aandoen. Ja, maar daarom gaan we nu naar de Hot Springs. Ja, yeah, Hot Springs. Je weet dat dit allemaal niet in de vlog komt, weet hè? Ik. Het is gewoon voor ons, voor later. Is leuk. Weet je wel? Als we later groot zijn, 80 jaar in het dementenhuis. Dat we al deze video's weer terug gaan kijken. Ja, ze zeggen het hè, 10 jaar. Als je minstens 10 jaar, dan ben je voor altijd. Dus kom er ook niet meer vanaf. Nou, een hele goede middag. We zijn nu bij de Hot Springs, vlakbij Lovina. En daar gaan we gewoon eventjes lekker bij komen, genieten, rusten, zwemmen. Lekker, lekker. Wordt het lekker, lekker. We zijn allebei een beetje gaar, hè? Dus het is wel even lekker. Even lekker in het warme water. Ja, is het nog goed? Ja, allemaal nog goed. Nou, dat waren de warmwaterbronnen. Ik voel me weer helemaal holy. Helemaal heilig water gewassen. Nou ja, ik voel me niet echt anders. Nou, ik ben weer helemaal gereinigd. Ja, ik voel me eerder vies. Ja. Maar goed, in ieder geval, we hebben het gedaan. Dus als het goed is zijn we nu helemaal gezuiverd van al het kwaad en... Weet ik veel waar ze. Het was in ieder geval lekker warm. Het was in ieder geval lekker warm. Laten we daar nou maar gewoon op houden. Zodat het gewoon lekker warm was. En dan gaan we nu lekker naar het hotel, zodat we even kunnen douchen. Nou, voordat we naar het hotel gaan, gaan we nog heel even bij een monnikenklooster kijken. Mogen we even een kijkje nemen achter de deuren en hoe ze hier dan leven en wat ze allemaal doen. Mijn verjaardag dan maar.
Nou, ja. Jood is even de tandjes poetsen. Ja, het is al laat, man. Ja. Ja, het is al laat, tenminste laat. Het is 11:30. We hebben lekker gegeten en we hebben lekker wijntje gedronken. En we zijn nu weer terug bij het hotel. En nou, voor iemand die niet de verjaardag wilde vieren, heb ik toch een hele leuke verjaardag gehad. En ja, dan gaan we gewoon weer lekker slapen. Want morgen weer een nieuwe dag. Morgen gaan we waarschijnlijk weer een beetje een rustige dag doen. Want vandaag is Jolien heel erg blij mee. Ja, ik offer me gewoon op, zo ben ik. Ik ben gewoon... Ja, nee, maar zo ben ik. Ik ben gewoon... Ik offer me op voor... Goed, in ieder geval. Ik heb in ieder geval echt een super leuke dag weer gehad. Ik hoop dat Jo dat ook heeft gehad. Wat? Tanken? Hoe? Een kilometer spoor. Jullie moeten even overgeven, denk ik. Ik ook, hoer. Nou, jongens, voor deze slap op Malam en tot morgen. Doei! Doei.